Goedendag en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Rondom Sport. Met in deze uitzending mountainbiker Tom Schellekens. Welkom. Welkom. En schoonspringster Lita van Weert. Ja, ook welkom. Hi. Ja, Tom, het is al een paar maanden geleden weer, hè? Dat felbegeerde Olympisch ticket wat je in de macht hebt binnengesleept. Nou, is dat bedoeld voor Mathieu van der Poel, hè? Omdat die natuurlijk uitviel. Had je niet liever zelf willen gaan? Ja, natuurlijk wil je zelf altijd wel gaan naar de Olympische Spelen. Alleen, hij is gewoon nog niet haalbaar op dit moment. Ik ben nu tweedejaars belofte. En ik heb een plek voor Nederland gehaald, inderdaad. Alleen, om mezelf te kwalificeren, dan moet ik volgend jaar bij de elite gaan rijden. Dus je mag nog wel zelf gaan, maar het wordt een lastige route. Ja, het wordt heel lastig. Gaan we dan dadelijk, eigenlijk onhaalbaar. Gaan we er dadelijk verder op praten. Wie weet zijn er nog kansen. Ja, Lita, kon je het aan, schoon springen. Gaat het soms wel eens gruwelijk mis als je van die plank springt? Ja, vorige week nog. Toen heb ik mezelf geblesseerd. Omdat ik verkeerd ben geland. En soms dan glij je gewoon uit. Dus dan ga je plat of kom je te vroeg uit. Ja, gebeurt wel vaak eigenlijk. Dus het is soms een beetje tricky van... Ja, ja, goed timen, goed wachten. Ja. Ja, soms af en toe. Hè. Merendeel gaat gelukkig goed. Dus ja, gelukkig dat scheelt een hoop. Ja. Ja, Tom. Ik zei net al, mountainbiken. Hoe ben je ooit begonnen daarmee? Ja, ik ben eigenlijk begonnen op de mountainbike. Ging ik altijd naar school toe. Een middelbare school in Veghel. En dan zo op de terugweg ging ik af en toe wel eens door de bossen zo terug. En dan, ja... Dat beviel altijd wel goed. En toen bij een club lid geworden. Jij pakte af en toe het Wijbelsbroek mee? Ja, daar en bij de Vlaggei daar in Eerde een beetje daar die kant op. En nou ja, toen ben ik bij de club lid geworden. En toen op zaterdagochtend zo van die trainingjes meegedaan en dat soort dingen. En ja, ik vond het steeds leuker en leuker. En toen maar wedstrijdjes en dan gaat het goed. En dan wil je steeds net iets meer, zeg maar. Hoe kun je dat hier in Nederland trainen? Want ik neem aan dat je een soort heuvelachtig parcours moet hebben. Ja, het is wel het fijnste om te trainen. Maar ja, je kan hier ook de langere ritten gewoon op het vlakke wel doen. Maar echt de techniek en het klimmen, dan moet je toch wel snel of naar Limburg of in het buitenland gaan trainen. Is soms oppassen in de bossen, want je hebt dan natuurlijk ook ruiters, je hebt mensen die met een hond wandelen en dan kom jij voorbij gescheurd. Ja, zeker. In Limburg heb je bijvoorbeeld heel veel wandelaars, dus daar is altijd wel uitkijken. Heb je dan een belletje of hoe doe je dat? Nee, ik heb geen belletje, maar ja, ik heb wel een mond. Dus ik probeer gewoon op tijd te roepen, zeg maar, als ik eraan kom. En gewoon netjes te zijn en vriendelijk. Dus dat, ja, en dan staat WK in Schotland voor de boeg. Dan mag je mee. Hoe anders is dat dan een andere wedstrijd waar jij wellicht met je ouders op pad gaat ergens in Nederland of in het buitenland? Ja, het is wel een heel stuk. Het is natuurlijk de grootste wedstrijd die je hebt dat jaar. En dan, je bereidt je er zo lang op voor. En dan, je bent een week van tevoren daar. Dus er komt altijd toch wel iets meer druk bij kijken. Maar ja, ik vind het altijd wel een hele mooie wedstrijd en een bijzondere wedstrijd, dat WK. Ja, want het zijn natuurlijk hele grote verschillen. Want je gaat dan of met je ouders fietsen in het busje en naar een wedstrijd. En nu is het echt, alles wordt voor geregeld, neem ik aan. Ja, dat klopt. Nou, de fietsen die komen daar en wij gaan met vliegtuig erheen. En ja, het eten en fietsen, poetsen, alles wordt gewoon voor je geregeld. Dus dat is altijd wel heel fijn. Ja, en dan op een gegeven moment komt die wedstrijd steeds dichterbij. Hoe beleef je dat zelf daar in Schotland? Ja, ik heb gewoon heel veel plezier gehad. Je bent altijd met een leuke groep bij die wedstrijden. En dat is denk ik ook wel dat je daarom goed presteert. Omdat je gewoon naar je zin hebt. En gewoon, dat maakt het toch wel denk ik altijd een stuk makkelijker. Ja, en je hebt natuurlijk je eigen wedstrijden. Kijk je dan ook even naar de anderen, wat Mathieu van der Poel doet of wat de vrouwen doen daar? Ja, zeker. Alleen meestal zijn die wedstrijden pas na onze wedstrijden. Dus het is niet dat we er nog iets van kunnen leren voor onze eigen wedstrijden. Komen zij dan andersom ook naar jou kijken? Ik denk niet dat ze komen kijken, maar wel vaak wordt het uitgezonden. Dus ik denk dat ze wel op tv wat dingen kijken, ja. Ja, en dan word je uiteindelijk vijfde. Hoe werkt dat per se met Olympisch ticket? Dat
konden twee landen nog een... Ja, er zijn, waren 18 landen die al een ticket hadden voor de Olympische Spelen. En de beste twee landen na die 18 landen in de wedstrijd, zeg maar, eentje bij de elite en één bij de belofte wedstrijd, die kregen ook nog een plek. En ik was vijfde en die andere vier voor mij, die landen hadden al een plek, zeg maar. Ja, en om even een sprongetje te maken. Mathieu van der Poel, die valt. Die doet het eigenlijk niet meer mee in zijn eigen wedstrijd. Mm-hmm. Waar jij dus bij de belofte al je vijfde plek had binnengehaald. Hoe ging dat een tijdje? Je wordt meteen gekroond als soort nationale held van hey, Mathieu van der Poel mag door jou naar de Olympische Spelen. Nou, ze stond wel op internet, maar dat vind ik natuurlijk niet. Hij heeft ook al heel veel bewezen op de mountainbike. En dat nou toevallig niet lukt, wil niet zo heel veel zeggen. En mijn wedstrijd was al de dag voor zijn wedstrijd, zeg maar. Hij hoeft eigenlijk niet eens te rijden. Hij dacht, nou, die Tom die heeft het zo goed gedaan. Nee, dat niet hoor. Maar het is wel, ja, toen stond het er al op van, ja, dat het allemaal niet meer zo belangrijk was, zeg maar. Maar dat is natuurlijk niet waar. Hij komt daar ook gewoon voor zichzelf om gewoon te presteren. Ja, en mooi bedankje. Je mag nog net niet een rondje rijden in zijn Lamborghini, maar in ieder geval, iedereen weet ineens wie je bent. En het volgende nieuws is dat je gaat voor Jumbo-Visma rijden. Ja, dat klopt. Ja, dat is een zeer mooie stap. Kijk er erg naar uit, ja. Ja, want ja. Hoeveel professioneler wordt het dan, waar je nu mee bezig bent en vanaf, ja, eigenlijk nu al, naar de komende, ja, minimaal 2 jaar? Ja, dat wordt wel echt een stuk professioneler. Het moet gewoon meer getraind worden en meer... Ja, nou werk ik er nog bij, zeg maar. En daar ga ik dan ook mee stoppen en wel echt vol focus op het fietsen. Ja, want normaal gesproken is werkdag, fietsen... Ja, in de ochtenden weer... werken en dan 's middag fietsen. En ja, nou kan ik gewoon in de ochtenden gaan fietsen en in de middag gewoon uitrusten, zeg maar. Dus daar... Voor het herstel is het wel een stuk beter. Ja, en na wedstrijden kun je gewoon met de ploeg meenemen, aan. Ja, dat klopt. Ja. Dat wordt ook weer, ja, net als bij de Nederlandse selectie, alles gewoon geregeld. Hoe is dat bij jou, Lita? Is dat ook, wordt alles voor je geregeld? Of is het nog zo dat vader en moeder mee moeten om alle spulletjes klaar te leggen? Ligt dan, als het in Nederland is, dan gaan we wel gewoon zelf met de auto. Maar als het internationaal is, wordt alles geregeld. De vlucht, het eten, het vervoer naar het zwembad en zo wordt allemaal geregeld. Dus wat voor wedstrijden moet ik dan aan denken? Echt Europees of... Europees in Zweden of in Noorwegen of Engeland, Schotland. Tom, om af te ronden. Ja, de doelen voor de komende jaren. Je bent net Nederlands kampioen geworden. Bij de belofte. Wat ga je verder nog doen de komende jaren? Ja, ik ga me vooral ook op de weg ook focussen. Dat is wel hetgene waar ik wel mezelf wil ontwikkelen en kijken waar mijn sterke en mijn mindere punten zijn op de weg, zeg maar. En bij het mountainbiken, ja, daar hoop ik gewoon weer een goed seizoen te draaien. En misschien dit jaar wel een medaille op het wereldkampioenschap. Ja, want je mag nog 2-3 jaar met de belofte. 2 jaar nog bij de belofte, ja. Kijk, dus dat wordt nog volop medailles binnenhalen. Welke ligt daar nog voor de kijkers thuis? Deze is van het Europees kampioenschap in Portugal, van het teamrelay. Al met het Nederlands team hadden we met z'n zessen Europese titel gehaald. Ja, en hoe gaat zo'n relay in het kort? Ja, je bent dan met zes rijders van elke categorie eigenlijk eentje. En dan moet iedereen gewoon 1 rondje doen. Met allemaal obstakels en... Ja, gewoon een wedstrijdparcours, die ronde. En dan, dat is ook weer iets om, denk ik, te prolongeren voor een seizoen, denk ik. Dat is wel, ik vind het altijd wel mooi om mee te doen, ja. Dus, kijk eens aan. Ja. Ik zou in ieder geval zeggen heel veel succes. En dat er nog veel medailles bij mogen komen. Dankjewel. Yes, en dan gaan we nu over naar de rondom sport dilemma's. Iedere gast krijgt 4 dilemma's. Kort een keuze moet gemaakt. En naderhand kunnen we erop toelichten. Tom, ik begin bij jou. We hebben het net natuurlijk gehad over jouw mountainbike carrière. Ja, de eerste. Wil je liever een World Cup winnen? Of eerst worden op het NK bij de elite? World Cup winnen. World Cup winnen. Rijden met regen of heel warm en droog? Trainen warm en droog. Maar in de wedstrijd vind ik regen altijd wel... Dat gaat altijd wel goed. Dus...
Ja, je zei net al, je zit nu bij Jumbo-Visma. Maar stel, het was niet zo professioneel. Had je dan liever heel veel sponsors, maar niks winnen? Of nul sponsors, maar wel heel veel prijzen pakken? Nul sponsors, maar veel prijzen pakken. Nou, dan meteen al de laatste. Ja, veel klimmen of een etappe met heel veel afdalingen? Als veel klimmen is, dan heb je meestal ook veel afdalingen. Maar klimmen ligt me altijd wel goed, dus doe maar veel klimmen. Ja, toch even terugkomen op de weerstype. Wat maakt regen nou voor jou zo fijn? Nou, ik vind het niet heel fijn om eerlijk te zijn. Maar ja, het gaat gewoon meestal wel, wel goed. Dus ja, dan is het gewoon, dan is het wel leuk. Kijk eens aan. Ja, Lita, voor jou ook weer vier dilemma's. Ja, je kunt natuurlijk bij schoonspringen, je hebt de plank, je hebt de toren. Spring je liever van de 10 meter of liever van de plank af? Van de plank. Van de plank. Je doet natuurlijk ook synchroon zwemmen. Ben je liever wereldkampioen synchroon of een Europese kampioen bijvoorbeeld op de plank of op de toren? Ik denk wel wereldkampioen synchroon. Kijk eens aan. Liever een mooie uitvoering van de sprong. Hè? Als je in het water weinig mogelijk spetters, volgens mij is dat wat je moet halen uiteindelijk. Ja. Of een sprong met veel salto's en schroeven. Zo mooi mogelijk afmaken, want dan krijg je meer punten voor. De laatste alweer. Ja, liever voorwaarts van de plank of toch achterwaarts? Voorwaarts. Dat kan ik veel beter en vind ik ook leuk om te doen. Daar hebben we het dadelijk natuurlijk meer over. Ja, dit waren ze al. Nou, volgens mij gaat je die allemaal redelijk af. Vorige week was de Krollenloop in Veghel. Ja, de hardloopwedstrijd voor de fanatiekelingen in Mijn Rijstad. En ja, Omroep Mijn Rij was daarbij. En hier een korte samenvatting. De jeugdige deelnemers aan de Van der Landen 2,5 kilometer loop lieten zich zondagmiddag in Veghel niet tegenhouden door een van de vele regenbuien. Ze gingen met veel enthousiasme van start aan de zesde en laatste run van de Krollenloop. De nummer 2 van de eerder gelopen 1 kilometer run voorop. Heb je voor getraind? Nee, niet echt. En denk je dat je het dan vol kunt houden? Jawel. Ja. Heb je al meer gelopen? Ik heb net nog de 1 gelopen. En hoe ging dat? Ja, wel goed. Ik ben tweede geworden, dus ja. En denk je dat je nu ook weer op het schavotje komt? Misschien. Nou, heel veel succes. Dankjewel. Kort daarvoor waren de deelnemers aan de Sligro 10 kilometer van start gegaan op weg naar de finish met de daaraan verbonden medaille en een Veghelse krol. En misschien wel een persoonlijk record, zoals hier bij de 10 miles. Ja, persoonlijk record. Ondanks de wind was niet makkelijk. Ik vond de laatste 6 kilometer liep je heel veel wind in. En dan loop je alleen en dan is het toch wel een beetje aanploeteren, maar het is goed gegaan. Ja. Ook de winnares van de 10 miles bij de vrouwen liep een PR, ondanks de ongunstige weersomstandigheden. Nou, ik had het zwaar met de wind, maar wel leuk om eerste vrouw te zijn. Ik ben 65, dus dan is dat leuk. Aan de finish lagen 1600 krollen klaar, gesmeerd en van speculaars voorzien door jongerengroep M25. We genieten er altijd van, ook met elkaar en ook van het evenement meestal. Net zoals bij de krol ook, op al die mensen die binnenkomen en dan vrienden, familie tegen moeten komen die de 5 kilometer of 1 kilometer, maar net wat, is altijd heel leuk om te zien. En hetzelfde geldt voor de krollenlooporganisatie die dit jaar 1600 deelnemers mocht inschrijven. De krollenloop was dit jaar voor de eerste keer, al voordat we het eerste startschot losten, uitverkocht. Hebben wij nog nooit meegemaakt in ons 9-jarig bestaan, dus we zijn wel een beetje trots. Nu noem je de 9 jaar, volgend jaar is het de 10e. Je hebt vast nog wel een scoop. Nou, we hebben 5 jaar geleden bij ons 5-jarig bestaan hebben wij iets heel moois georganiseerd, wat mensen heel erg leuk vonden. De Urban Night Run, een nachtelijke run door Veghel. Ja, we zijn alweer aan het nadenken, die 10e editie, daar moeten we eigenlijk misschien zoiets weer een keer gaan doen. Ja, het wordt natuurlijk spannend wat ze natuurlijk volgend jaar gaan doen. In het donker wel of niet, we zullen het zien. Maar in ieder geval, ze hebben weer een jaar de tijd om ervoor te trainen. Iets voor jullie? Nee. Ik heb geen conditie. Geen goed genoeg. Nou, hardlopen is ook niet mijn favoriete ding. Nee. Nee, ik denk dat je op de fiets die 1 kilometer ben je zo klaar. Dat klopt, ja. Als het goed is wel. Schoonspringen. Je zou zeggen,
ja, de meeste meisjes van jouw leeftijd zitten op hockey, korfbal, voetbal tegenwoordig is ook heel populair. Waarom heb jij toch voor destijds voor schoonspringen gekozen? Ik was heel jong toen ik begon. Ik was 5 toen ik begon. En toen ben ik snel al beter geworden en steeds bij betere teams gekomen en zo. Dus ik ben eigenlijk nooit gestopt, want ik vond het gewoon zo leuk. Maar, nam je moeder je mee naar het zwembad of hoe is dat gegaan? Jong was lag ik heel veel in het water en mijn vader had ook zijn eigen duikschool. En mijn oma keek dat op tv, dus toen dachten we laten we een proefles doen. En toen ben ik gewoon meteen op schoonspringen gegaan. Wat is nou het moeilijkste aan het schoonspringen? Doorzetten als je iets nieuws moet doen, want dat is toch wel echt het moeilijkste. Het verbeteren gaat meestal sneller als het echt doen, want je moet heel vaak opbouwen en mentaal ook gewoon doorzetten. Ja. Ja, en dan zit ik er naar te kijken, salto's, schroeven. Ik neem aan dat je het niet allemaal op het water oefent. Nee, we hebben ook een droogruimte waar we in een blokkenbak springen met een plank erbij of op de trampoline in een belt, zodat we de beweging kunnen oefenen. Wat vind je zelf het moeilijkst? Is dat salto, schroef, achterwaarts van de plank? Ja, er zijn 5 verschillende richtingen. Dan contra en schroef vind ik wel moeilijker. Want ja, bij contra vind ik de afzet heel moeilijk om omhoog te springen. En schroeven doe ik gewoon nog niet zoveel. Ja, hoe merkt je zelf van, goh, ik ben daar goed in, ik heb er talent voor? Ik begon gewoon heel veel medailles te winnen. Toen ben ik op een gegeven moment naar internationale wedstrijden gegaan. En toen ben ik daar ook gewoon hoog geëindigd. Dus dan weet je wel van, ja, dan kan ik er wel echt mee door. Ja, dan is het niet meer eng of... Nou, het is nog wel eng hoor. Maar dan weet je wel van, ik kan het wel. Dus ik moet er wel echt voor gaan. Ja, want wat is daarin nog eng? Want ja, Tom stapt gewoon op zijn fiets, helmpje op en gaan. Hoe voelt dat voor jou nog voor iedere wedstrijd? Ja, de spanning is natuurlijk eng. Iedereen kijkt naar je. Dus maar iedereen zit op de tribune en jij bent de enige die daar is en alles is stil. Dus dat is nog wel eng. Maar na de wedstrijd is het wel heel leuk altijd. Ja, is het lastig dat het zo'n individuele sport is eigenlijk? Ja, dan soms zijn er ook wedstrijden die dan... Dan doe ik bijvoorbeeld de 3 meter en dan is de 1 meter wedstrijd is er dan ook bezig. Dus dan is het eigenlijk wel fijn, want dan is er minder druk. Maar voor de rest is het wel spannend dat iedereen naar jou kijkt. In hoeverre kun je uitleggen ja, wat het allemaal met zich mee bijvoorbeeld bij zo'n wedstrijd? Ja, vroeg opstaan, trainen, ook al spring je pas later. En de hele dag in focus blijven, vooral ook als er finales zijn. Want dan moet je daarna nog meer sprongen doen. Dus dan moet je wel gewoon de hele tijd in focus blijven. Ja, want even voor mijn beeld. Een mountainbike, hoe lang duurt dat? Meestal tussen een uur en een kwartier, anderhalf uur. En hoe lang ben jij ongeveer bezig op zo'n wedstrijd? Dat ligt aan het aantal springers, maar een internationale wedstrijd duurt ongeveer een half uur. En dan spring je zelf natuurlijk maar 7 keer. Dus dan moet je dat tussendoor moet je gewoon echt focus houden. Dus dat is wel moeilijk. Dus op zo'n wedstrijddag kan best zijn dat je om 10 uur de eerste sprong hebt en om 5 uur eindigt? Nee, dat is wel overdreven. Maar als je om 10 uur begint, dan zit er meestal wel, zeg maar bij een Eindhoven Diving Cup, dan zit er 20 minuten tussen je sprong. Dus dan ben je bijvoorbeeld gewoon aan het tekenen of met mensen aan het praten of zo, want je hebt wel lang tijd tussen je sprongen. Het lijkt me heel lastig. Dus je hebt net gesprongen, je denkt, nou, deze ging goed. En dan moet je nog een paar, dan denk je, nou... Wat moet ik nu weer gaan doen? Ja, meestal ben ik gewoon met mensen aan het praten, van tekenen of een spelletje aan het spelen op mijn telefoon, zodat ik niet te veel stress heb voor de volgende sprong. Voor een beeldvorming, hoe vaak moet je daarvoor trainen in de week? Ik train 8 keer per week. En dan doe ik gewoon verschillende dingen. Bijvoorbeeld een training waar ik richt op voorwaarts en binnenwaarts. En de volgende training weer achterwaarts of contra of schroef. Dat verschilt heel erg. Ja. Is dan ook nog tijd voor andere dingen, leuke dingen met vriendinnen doen? Of? In het weekend wel, maar... Door de week is het weinig tijd. Is dat soms jammer? Of denk je van, nou, hoe kijk je daar zelf tegenaan? Meeste van mijn vriendinnen zitten ook op topsport. Want ik zit op een topsportschool. Dus die hebben ook weinig tijd. Dus ik snap allemaal wel, zeg maar. We hebben allemaal weinig tijd. Dus. En mijn schootspringvriendinnen zie ik elke dag. Dus dan is het wel goed. Nou, had ik net al over de toren waar je dan vanaf moet springen. Ja, je doet vooral de 1 meter plank en de 3 meter plank. Kun je uitleggen, als je dan echt bovenaan staat, zo'n toren van 5 tot 10 meter. Ja, is het normaal dat sommige mensen daarvoor schrikken? Echt heel normaal. Het zijn nog steeds, wij schrikken ook nog gewoon. Zeg maar, als je nu een topsporter zou vragen, zoals Lina, die op een WK en Olympische Spelen schrijft, vindt hij het ook nog steeds eng om daar gewoon te staan. Dus dat is heel normaal. Het is niet gek als je dan daarboven staat en denkt, ja, wat moet ik doen? Of je verstijft helemaal. Nee, helemaal niet.
Nu zie ik hier nog een hele, hele mooie medaille. Kun je uitleggen waar je die hebt gewonnen? Ja, de Eindhoven Diving Cup in februari dit jaar. Toen was mijn eerste kwalificatiewedstrijd waar ik mijn limiet kon springen. En dat heb ik ook toen meteen gedaan. Toen ben ik ook derde geworden. Daar ben ik mee in het team gekomen. Dus dat was wel gewoon een grote prestatie. Ja, hele, hele mooie medaille. Je zit nou ook in het Nederlands team, ja. Team NL. Ja, je bent 14 jaar, als ik het goed heb. Hè? Ja. Je hebt welke Olympische Spelen zit je al aan te denken? Die na 2028. Wacht, welke is dat? 2032 of zo. Maar het is nog wel moeilijk, want je moet je kwalificeren. Het is heel moeilijk om naar de toekomst te kijken. Wat is bijvoorbeeld voor komende jaren, wat is dan het doel? EEK. En ja, het is nog niet zeker wanneer dat is, maar ja, EEK is nu wel mijn doel. En gewoon in het team blijven. Ja, dus echt nog proberen nog verder te gaan. Wellicht ook ja. Proberen op het wereldkampioenschap. Ja, dat kan nog niet. Maar ja, het kan wel, maar zijn WEK's en die zijn dan één keer in de twee jaar. Dus die is pas volgend jaar weer. En EEK is nu wel echt mijn doel. Je mag dromen, hè? Ja, ja, klopt. Kijk eens aan, kijk eens aan. Nou, in ieder geval heel veel succes daarmee. Dankjewel. Dit was alweer de uitzending van Rondom Sport. Ja, ik wil de gasten bedanken voor je inspirerende verhalen. En ook de succes die al op zo'n jonge leeftijd hebben behaald. En wie weet komende maand weer twee nieuwe sporten en twee nieuwe gasten. Tot dan!